Ik hoor je zeggen, je wilt continu je verliezen terugwinnen. Als dat ooit een keer lukt, dan wil je meer, meer en meer. Dus eigenlijk is het een loop waar je in zit, waar je niet meer uitkomt. Stoppen met gokken is veel moeilijker dan je denkt. Je weet zelf vaak niet dat je verslaafd bent en je omgeving weet ook niet van je verslaving af. Je blijft hopen dat er een moment komt dat al je problemen worden opgelost. Dat je één keer zo'n grote klapper maakt dat al je schulden weg zijn. Deze week zoek ik uit wat je kan doen om van een gokverslaving af te komen. En ga ik op zoek naar antwoorden in Den Haag. Wat wordt er gedaan om verslaafden te helpen en hoe kunnen we nieuwe verslavingen voorkomen? Het aantal zelfmoorden is bij geen enkele verslaving zo hoog als onder gokkers. Ook ik heb op een gegeven moment gedacht, ik schaam me zo, ik zit zo in de problemen. Op deze manier hoeft het niet meer voor mij. Mijn redding was een telefoongesprek met iemand van de preventielijn. Voor het eerst durfde ik, anoniem, alles te vertellen over mijn verslaving. Mijn vrienden, mijn familie, ze hadden wel een idee, maar niemand wist echt hoeveel het was en hoe vaak ik het deed. Ik ben terug bij Jelle. Hij werkt bij zo'n preventielijn en wordt gebeld door mensen in de piek van hun emoties. Hoi, je spreekt met Jelle, loket Kansspel. Goedemiddag. Want hoe sta je er momenteel in? Ik begreep dat je toch nog wel wegen hebt gevonden om te kunnen gokken. Ja, maar je erkent wel dat je het alleen niet kan oplossen. En je loopt er nu al, je geeft aan 3,5 jaar dat je gokt. Al vaker tegenaan tot je waarschijnlijk de afspraken met jezelf verbreekt, tot je over grenzen heen gaat die je met jezelf maakt. Het klinkt best wel heftig. Ik weet niet wat, precies wat het is. Ja, het geeft je natuurlijk op een gegeven moment dat je daar ook steeds meer van nodig. Ik hoor je zeggen, je wilt continu je verliezen terugwinnen. En als dat ooit een keer lukt, dan wil je meer, meer en meer. Dus eigenlijk is het een loop waar je in zit, waar je niet meer uitkomt. Terwijl je ook weet, het gaat niet alleen ten koste van je geld. Hè, want ik hoor je ook dingen noemen als het sociaal contact wat je verwaarloost. Weet je, het is vaak niet alleen het gokken. Je bent er ook, het kost je ook gewoon zoveel energie om al die ballen in de lucht te houden. Om het verborgen te houden voor je partner, voor je familie. Het klinkt alsof deze man nergens meer mag gokken. Maar dat dan alsnog op die illegale casino's doet. Mm-hmm. En dat hij er gewoon niet vanaf kan komen. Ja, dat is fucking kut. Dat gokken trek, dat is heel herkenbaar, weet je. Ik heb het uiteindelijk ook, heeft het mij ook 12 jaar gekost voordat ik eindelijk een keer mijn mond open kon trekken naar mijn omgeving om te kunnen aangeven, ik heb een probleem. Want zou je ervoor openstaan bijvoorbeeld om, hè, normaal gesproken als je ziek bent, is een vrij logische stap om naar de huisarts te gaan. En dat is voor een verslaving niet anders. Hoe fijn zou het zijn als je met andere mensen kan praten die jou een veilige plek kunnen bieden om te praten over je gokproblemen. Mensen die, zoals jij en ik, die weten hoe het is om verslaafd te zijn. En weten hoe kut het is om daar continu tegen aan te boksen. Weet je, het kan. Het leven kan zoveel mooier zijn. En dat gun ik jou ook. Fijne dag nog verder. Jo, doei doei. Holy fuck, man. Ja. Ik moet er echt van bij komen. Ja, het zijn intensieve gesprekken vaak. Ja. Holy shit. Het is echt niet normaal hoe goed hij dit kan. En ook dat hij helemaal het op zichzelf betrekt. Hij geeft echt diegene die belt gewoon helemaal het idee dat hij niet gek is. En dat hij gewoon het normaal is wat hij heeft. En alleen dat al, dat doet zoveel met een verslaafde. Want dan krijg je het idee dat je gewoon geholpen kan worden. En het idee als je goed verslaafd bent, is dan denk je, ik kan niet geholpen worden, want niemand weet ervan. En wat ik heb is fucking raar. Maar het is niet fucking raar. Tenminste, als je het idee krijgt dat het niet fucking raar is, dan ga je geholpen worden. Dat heb ik ook gehad. Toen belde, zei iemand ook van, ik heb hetzelfde meegemaakt. Je moet gewoon hulp zoeken. Niemand is boos op je. Mensen zijn alleen maar heel trots op je als je ermee stopt. Ja. En je ziet gewoon dat het werkt. En ik heb niks verstaan van die persoon. Maar toch wist ik stiekem alles wat hij zei. Omdat eigenlijk elke groep verslaafde denkt gewoon hetzelfde. Jij hoort al die gesprekken
Je ziet al die dingen gebeuren. Maak je je ook zorgen? Zeker, ja. Omdat ik ook merk dat het aantal contactmomenten toeneemt. Ook het aantal mensen dat contact opneemt dat pas sinds de legalisering aan het gokken is. Ja? Zeker. Wat dan? Als ik vraag van nou, hoe is het voor jou ontstaan, dan geven ook heel veel mensen aan dat dat pas gekomen is in de coronaperiode. Sinds de legalisering oktober 2021. Uit nieuwsgierigheid, door de reclames of met inmiddels zoveel aanbieders. En dan, dat baart mij dan wel zorgen, zeker ook met het feit dat een gokverslaving lang verborgen blijft. En het lang duurt voordat iemand aan de bel trekt. En waardoor we in principe als zorg altijd achter de feiten aanlopen. Omdat in eerste instantie iedereen een vrijbrief kreeg om maar te doen en laten wat ze wilden op de markt. En de gevolgen daarvan pas veel later zichtbaar zijn. Die zie jij nu en je hebt het idee dat dit nog maar het begin is. Ja, zeker. Maar je kan er niet omheen. We zien het overal terug in de contactmomenten en de lotgenotengroepen ook. Dat de aantallen gewoon stijgen. Alle casino's, online en fysiek, zijn in Nederland verplicht probleemgokkers tegen zichzelf te beschermen. De zogenaamde zorgplicht. Maar in september 2023 kwam de kansspelautoriteit met een vernietigend rapport. Online casino's doen dit zo bar slecht dat de kansspelautoriteit met druk adviseert de wetgeving aan te passen. Dat is nogal wat. Gokkers kunnen bijvoorbeeld duizenden euro's verliezen in een paar uur, zonder dat iemand ingrijpt. Hoe vullen fysieke casino's hun zorgplicht eigenlijk in? We spraken met Erik, regiomanager van een van de grootste casino's in ons land. Dus jullie zorgen er eigenlijk voor dat mensen niet verslaafd worden? Ja, daar zorgen we met elkaar voor. Ja. Wat wij natuurlijk niet willen is dat mensen verslaafd raken aan het spel. We weten alleen wel dat voor sommige mensen het spel te veel wordt. Te veel betrokken worden bij het spel en dan kunnen we problemen opleveren. Maar jullie zijn wel een casino. Ja. Dus jullie verdienen ook wel aan mensen die veel spelen. Ja, wat we niet willen is dat mensen verslaafd raken aan het spel. Wij willen een duurzame, goede relatie met onze gasten. En als iemand verslaafd raakt aan het spel, is dat het laatste wat wij willen. Iedereen die bij ons binnenkomt, of dat nou een fysieke vestiging is, of dat nou online is, daarvan weten we wie het is. Want je moet registreren met een geldig ID-bewijs. Ja. Volgende is voorlichting. Waarbij we met gasten in gesprek gaan en met hun praten over hoe gaat het met je. En je speelt bij ons op een bepaalde manier. Je speelt bij ons met een bepaald bedrag. Kan je dat handelen? Lukt je dat? Maar als ik nou gewoon, als je al die dingen aan mij vraagt, hè? En ik lieg er gewoon over. Ja, goed punt. Naast de eerste twee pijlers hebben we een derde pijler. Dat is de monitoring. Wij checken op verschillende manieren hoe het met jou gaat. Of jij meer of minder gaat komen. Of jij over je limieten heen gaat. Of je vaker gaat komen. Al dat soort indicatoren houden wij in de gaten. En als wij het nodig vinden, dan gaan we jou prikken. Kom met een gesprek. De laatste pijler die we hebben, dat is de interventie. Ja. En dan hopen we dat jouw motivatie intrinsiek is. Dat je zegt, ja Erik, je hebt gelijk, dat gaat niet goed. Als jij een aanval helemaal niet uitkomt en we blijven iedere keer herhalen, dan gaan we zeggen, ja, dan is het casino voor jou geen goede plek en dan gaan we je uitsluiten. Jullie zijn een commercieel bedrijf en jullie willen winst maken. En wij zijn niet uit op een winstoogmerk. We willen geen winst maken. Wij willen dat het veilig en verantwoord is. Ja. Daar draait het om. Maar winst is toch, hoe elk bedrijf heeft toch baat bij geld verdienen? Ja, wij verdienen geld. Een groot gedeelte van het geld dat wij verdienen wordt uitgekeerd aan onze gasten. En het deel wat wij overhouden, investeren wij in onze panden, in onze organisatie. Ja, ik vind het moeilijk om het helemaal te geloven. Omdat ik gewoon denk van, alles wat je hier ziet is toch ook op een bepaalde manier ingericht om mensen zoveel mogelijk te laten spelen. En niet zoveel mogelijk te laten spelen. Het is ingericht voor mensen om te spelen, om toe te komen aan die behoeften. En het is ingericht om ervoor te zorgen dat mensen op een veilige en verantwoorde manier bij ons spelen. Ja. Veilig en verantwoord spelen dus. Oké. Maar online had het dus ook gemoeten. Speciaal daarvoor kwam de wet kansspelen op afstand, die online gokken legaliseerde en websites wettelijk een zorgplicht oplegde. Door die legalisering speelt 95% van alle gokkers weliswaar op legale sites. Maar nu komt het. 61% van die spelers die speelden voor de legalisering nog niet. Het aantal gokkers die online spelen is dus sinds die legalisering meer dan verdubbeld. De oorzaak is duidelijk. 21 maanden lang hebben we overal gokreclames gezien. Het lukte weliswaar om spelers naar het legale circuit te krijgen, maar tegelijkertijd is er ook een gigantisch aantal nieuwe spelers bijgekomen. Meer spelers, dus meer kans op gokverslaving.
Je zou zeggen, doe daar wat aan. Maar terwijl we continu triggerende gokreclames zagen, hebben we, tot op de dag van vandaag, nog steeds geen grote bewustwordingscampagne gezien. Maar is er dan echt geen tegengeluid geweest? Jawel, er is één tegencampagne geweest in 2022 tijdens het WK voetbal. Het duurde in totaal 4 weken. Niets vergeleken met de billboards, tv-reclames en online reclames die de Staten aan de andere kant uitgooiden. 4 weken campagne als toezichthouder tegenover 21 maanden lang non-stop reclame als aandeelhouder. Die tegencampagne die kwam van Loket Kansspel, waar ook de preventielijn onder valt. Volgens directeur Nathalie Smit had er veel meer in gezeten. Nathalie, jullie zijn de enige die de afgelopen 2 jaar een bewustwordingscampagne hebben gemaakt. Hoe voelt dat? Nou ja, dat voelt dubbel. Want enerzijds maakt het je natuurlijk heel trots dat je het voor elkaar hebt gekregen om in ieder geval als enige iets te doen. En anderzijds is het natuurlijk ook schrijnend. Want ja, liever had ik meer bewustwording gehad. De overheid heeft casino's als Toto en Holland Casino. Juist, die pompen miljoenen in reclames. Mm-hmm. Jullie mogen een bewustwordingscampagne maken. Jullie krijgen 5000 euro. Ja. Dat is een gigantisch verschil met wat de overheidsgokbedrijven uitgeven aan reclames. Wat vind je daarvan? Ja, het maakt mij wel boos dat er zo weinig gedaan wordt aan die bewustwording. Dus dat de meeste mensen denken dat je echt wel een hele erg grote loser bent als je een gokverslaving hebt. En dus dat daardoor mensen eigenlijk een beetje onderschatten hoe gevaarlijk het is. Ik denk eigenlijk dat je al heel snel een gokverslaving kunt gaan ontwikkelen. Dat het veel sneller gebeurt dan dat eigenlijk de Nederlandse bevolking nu op dit moment denkt dat het kan gebeuren. Ik denk dat er niet heel veel mis kan gaan met bewustwording, zeg maar. Terwijl er wel heel veel mis kan gaan met reclames. Ja. Dat is dus eigenlijk hetgeen waar het Loket bijna het meest ook voor gebeld werd. Het zijn gewoon mensen die ontspannen tv zitten te kijken. En eigenlijk afscheid al hebben genomen van hun gokverslaving. En dan toch zo'n reclamespotje zien. En dan eigenlijk als reactie daarop toch weer in de verleiding zijn gekomen om te gaan gokken. Ik heb toen bij de kansspelautoriteit daar meteen een melding van gemaakt. Ja. Wanneer heb je dit signalement afgegeven? Nou, ik denk in december, januari. 2021? Ja, gelijk al. We zijn nu bijna 2 jaar verder. Ja. En wat is er dan voor jou nodig nu? Wat zou jij willen? Ik zou echt het liefst willen dat er gewoon bewustwording komt voor de kwetsbare speler. Dus dan bedoel ik echt de jongste doelgroep die legaal mag spelen. Dus die van 18 tot en met 25, 24. En dus ook hun omgeving. Zodat men meer gaat weten waar je op moet letten. En zorgen dat het eigenlijk op die manier steeds duidelijker wordt wat het probleem is. En dan later in dit hele proces eens een keer beginnen aan echt een landelijke campagne. Ja. Op radio en tv. Hebben jullie daar al plannen voor? Ja. We hebben de plannen wel klaar liggen. Ja. Wat dan? Nou ja, we hebben een heel marketing- en communicatieplan klaar liggen. Een 5-jaren plan. Dus waar wachten jullie nog op dan? Ja, ik denk op het geld en op in ieder geval een mogelijkheid. Eigenlijk dus gewoon op Den Haag. Ja. Ja, en als het geld vanuit de overheid moet komen, dan valt de wet kansspelen op afstand vooralsnog onder deze man. Demissionair minister van Rechtsbescherming, Frank Weerwind. Begin 2022 nam hij het stokje over van Sander Dekker. De man die eigenlijk verantwoordelijk is voor die tsunami aan gokreclames en deze schokkende cijfers. Weerwind is dus eigenlijk al een tijdje de shitshow van Sander Dekker aan het opruimen. En hoewel hij gokreclames in de publieke ruimte heeft verboden en het beleid heeft aangescherpt, heeft ook minister Weerwind niks gedaan aan bewustwordingscampagnes. Terwijl hij toch al 1,5 jaar lang in het zadel zit. Dus tijd is geen excuus meer. Hoe denkt hij daar zelf eigenlijk over? Meneer Weerwind, fijn dat ik u mag spreken. Het is een belangrijke dag, want morgen worden de gokreclames op het straatbeeld, dus de gokreclames die we allemaal zien, de ongerichte gokreclames verboden. Waarom? Vorig jaar heb ik een verbod gedaan op rolmodellen. Nu doe ik inderdaad het verbod op die reclames. Onder andere buiten. Ja. Ja, ook radio, televisie. En dat heeft alles mee te maken dat ik echt vind dat we een overload hebben gehad aan reclame. En het beschermen van kwetsbare groepen. Denk aan jongeren. Denk aan mensen met verslaving of mensen met schulden. Die willen ook gokken. En ik kijk naar die kwetsbare groepen en het speelgedrag. Ja, heel goed dat u daar naar kijkt. De cijfers die liegen er ook niet om. 61% van de mensen die nu gebruik maken van het legale aanbod, die speelden voor de legalisering nog niet. Wat vindt u van dat percentage? Wat zo mooi is, dat 95% van de gokkers hebben naar de legale
aanbieders gekregen. Daarvoor zaten ze op het illegale circuit. Ja. Konden we ze niet helpen? Dat klopt. Konden we niets voor ze betekenen? En dat kunnen we nu wel. Ja. Minister, het zit zo. We hebben nu 21 maanden lang gokreclames gehad. Overal. Iedereen heeft het gezien. Dat heeft inderdaad geleid tot 95%, waar we blij mee zijn dat mensen gebruik maken van het aanbod. Maar ook van het legale aanbod. Legale aanbod, exact. Maar ook van een verdubbeling van het aantal gokkers. Meer dan een verdubbeling. Je ziet een verschuiving misschien van mensen die al illegaal actief waren. Die misschien naar het legale aanbod zijn gekomen. Ik gis, net als u. En daarin zitten ze nu op die snelweg waar je ze op wilt hebben. Ze zijn in beeld. Ja, ze zijn in beeld, ja. Maar het ding is, ze zijn ook nog steeds kwetsbaar. Ze zijn ook allemaal nieuw, ze zijn jong. Mensen maken zich zorgen. Wat ik me afvraag, hè, we hebben 21 maanden lang hebben we al die reclames gehad. Er is in die 21 maanden enkel 4 weken lang tijd geweest voor een bewustwordingscampagne. Tijdens het WK in Qatar. Waarom is er nog geen grote bewustwordingscampagne geweest? Als u weet, we gaan dus gigantisch veel mensen lokken naar het legale aanbod. Is het toch ook zo dat je een verantwoordelijkheid hebt dat je die mensen bewust maakt van de gevaren van gokken? Je moet doelgroepsgericht gaan kijken wie zit er op die markt en hoe ga je daarmee om. En hoe zorg je er ook voor dat ze een speellimiet instellen? Hoe zorg je er ook voor dat ze hun gedrag... Dat snap ik allemaal. 1 op de 5 gokkers is tussen de 18 en 23 jaar. Dus dat ziet u, dat is gewoon een feit. Ja, maar dat ze op de illegale markt zaten en nu die verschuiving naar de legale markt, zie ik als pure winst. Is zeker pure winst. Maar ik maak me ook zorgen, want het zijn 61% van de mensen die nu spelen, die zijn net nieuw in het spelletje. En ze hebben 21 maanden lang hebben zij allemaal reclames gezien, maar ze hebben niks qua bewustwording gezien. Bijvoorbeeld Sieren, die maakt overheidscampagnes. Waarom is er niet iets als een grote landelijke campagne waarin we gewoon zeggen, kijk uit. Wat ik aan u vraag nadrukkelijk, u heeft gezien dat ik stappen gezet heb, grote stappen. Zeker. En ik maak nu een vervolgstap en dat is het maatregelenpakket. Daar komen we na de zomer mee. Ja. En in dat maatregelenpakket zal er ook wel degelijk aandacht zijn voor een bewustwordingscampagne. Ja. Naar alle kwetsbare groepen. En die komt. Dat kunt u nu zeggen. U kunt weten, ik zet alle maatregelen in om het bewustwordingsproces bij de Nederlanders te versterken. Ja. Zijn we niet te laat? Wij zijn niet te laat. We zitten in een rijdende trein en ik besef terdege van illegaal naar legaal is stap 1. Gekeken van waar zien we reclameuitingen, hoe kan je terugbrengen. Vervolgens gaan we kijken richting de sportclubs. Ja. Ja, we gaan verder, we gaan ieder jaar ook op tv, 2024, 2025. Ik bied de mogelijkheden nu dat ze een commerciële doel in dat ze die elders kunnen vinden, hun sponsoren. Maar tegelijkertijd weet iedereen, Weerwind zet door op dit dossier. Ik weet dat u doorzet. Maar ik weet ook, kijk, wat ik denk is, u kunt dus dingen gaan afschaffen. En dat bent u nu aan het doen. Maar u kunt ook iets toevoegen. En het is loket kansspel. Zij staan in de startblokken om gewoon een gigantische campagne te lanceren. Voor mbo'ers, voor studenten, voor jonge mensen. Het enige waar zij op wachten is geld. Waar wacht u nog op? Ik wacht nergens op. Nee. We bouwen verder voort. Ja. We staan niet stil. De winkel is geopend en we zijn aan het werk. Maar de tijd tikt. En de stap is nu weer gemaakt op de 1 juli, morgen. En laten we weer duidelijk blijken wat we niet willen in dit land. Ja, maar kunt u dan mij ook beloven dat we binnen een jaar een grote bewustwordingscampagne hebben? U vraagt naar die grote bewustwordingscampagne. Ik ga in gesprek met de partij die u net noemde. En ik ga puur kijken hoe kan dat in mijn maatregelenpakket passen. Want ik wil alle Nederlanders bereiken. Ik wil u de hand erop schudden. Als ik dat kan doen, dan zou ik heel blij zijn. We blijven in gesprek met elkaar. Ja, komt goed. En ik blijf aan het werk op dit dossier. Heel goed. Ja? Dank u wel. Dank je wel. Ja. Mooie woorden, maar daar blijft het helaas bij. Want in zijn antwoord op Kamervragen afgelopen september zegt de minister definitief niet te kiezen voor een grote voorlichtingscampagne. Terwijl Loket Kansspel aan de bel trekt dat die er juist nu zo snel mogelijk moet komen. En natuurlijk is er niks mis met een gezellig potje spelen. Maar bij de meest kwetsbare groep, jongeren, is er wel degelijk een groot risico dat dit over kan gaan in een gokprobleem. Dus beginnen wij maar vast met een bescheiden campagne. Aangezien de politiek nog wel even op zich laat wachten. Misschien heb je ze al voorbij zien komen, maar vandaag maken we 4 korte video's met mensen uit onze docu en andere ex-gokverslaafden. En het doel is om jonge mensen bewust te maken van de gevaren van gokken. En video's worden landelijk uitgerold op alle socials. En we hopen natuurlijk zoveel mogelijk mensen te bereiken. En de kans is dus groot, hoop ik, dat als je nu kijkt, dat je dus al een van die video's hebt gezien. Maar het is fucking nice. Ik ben heel blij. Hey man. Hi. Wat goed dat je er bent. Ja, dankjewel. Hey, hoe is het om hier te zijn, Jelle? Dat is een beetje spannend. Ja? Ja, nou ja. Maar je gaat het toch wel doen? Ja, zeker. Het is natuurlijk een hele verborgen verslaving.
vaak een geheime verslaving. Met een hele hoop stigma's die eromheen hangen. Mooi als de aandacht wordt geschonken tot die stigma's in ieder geval. Tot daar wat aan gebeurt. En om daar een onderdeel van in te kunnen betekenen. Ja. Ik snap dat het spannend is. Ja. Het is ook maar een zinnetje, hè? Ja, dat is ook zo. Nou, laten we het gaan doen. Ingrid komt er zo aan, de moeder van Nando, die je zag in aflevering 3. Ik ben heel blij dat ze mee wil doen. Want gokken is niet alleen erg voor verslaafden, maar ook voor de omgeving van verslaafden. En zij wil dus ook haar verhaal gaan doen op camera, waar ik heel blij mee ben. Hoe is het met je? Goed, druk, maar ja? Gaat goed. Wat vond je er achteraf van om mee te doen? Goed gevoel. En ik hoop dat ik wat mee kan bereiken. Ja. Dat is gewoon heel belangrijk. Waarom wilde je meedoen? Nou, sowieso voor Nando. Als extra steun. Weet je, je hebt zoveel achter de rug. En het is zo'n nare tijd geweest. En nu gaan we best gewoon heel goed met elkaar om. Dus daarvoor heb ik het eigenlijk ook gedaan. Wat hoop je hiermee te bereiken uiteindelijk? Dat mensen toch minder vaak gaan gokken. En het brengt zoveel teweeg binnen families. En zoveel ellende. Dus ja, nee, ik vind dat wel heel goed om daaraan mee te doen. Dat mensen dat ook zien. Ja. De afgelopen weken hebben wij deze campagne gemaakt om jou bewust te maken over de gevaren van gokken. Maar deze was klein, mager en kon ook maar een beperkt aantal mensen bereiken. De bal, die ligt in Den Haag. Zij hebben de mensen, de kennis, de macht en vooral het geld. Laten we hopen op een gigantische campagne om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van de gevaren van gokken. Ik weet één ding zeker, ik ga het nooit meer doen, hoe leuk het ook is. Dit was het dan. Voor de laatste keer. Gokken kan heel gevaarlijk zijn. Niet alleen voor jezelf, ook voor de mensen om je heen. Want voor je het weet, ben je verslaafd aan verliezen. Dan is het een rap. Ja, een rap! Oh! Yes!